streepje zo. De rijst is klaar. Die is toch mooi gelukt? Hupsakee. Hele klodder. Dagen, dagen. Zoep, zoep. We gaan vandaag wat superleuk met mijn bak gaan vertellen. Tuurlijk wel. We gaan vandaag een prank, nou niet prank, een stiekem vlog maken. En ik heb een hele zonne gast, namelijk Roos. We hebben nu buiten een feestje, want 24 uur race is vandaag. En voetbal is. Hoe zit iedereen? En morgen is het vaderdag. En wie komt er gezellig bij mij logeren? We gaan gezellig een slaapfeestje houden. En dan gaan we ook een paar dingetjes filmen. En morgenochtend gaan we een ontbijtje voor mijn vader maken. En wat gaan we dan doen? Lekker! Wat gaan we doen? Waterpistolen doen! Ja, we gaan een ontbijtje brengen en dan gaan we ook een waterpistool hem doen. Ja. En gezellig samen slapen. Ja. Dat wordt superleuk. Ja. Oké, Roos gaat even een kunstje doen. Een handstand. Ga maar doen. Oh! Die was even niet goed. Roos, gaat het? Oh, gaat het? Ja. Nou, gelukkig gaat het goed. Oeh. Oké, poging 2. Let's go. Ze heeft trouwens het truitje van Maya. Kleren we aan dat. Oeh, wat knap van jou. Wow. Dus, ik kan ook nog aanstaan en ook nog opnemen. De eerste keer ging echt niet zo goed. Oh. Toch? Ja, en... Gezellig slapen. Ja. Oké, ik ga nu even weer een kunstje doen. Oké. Poging 3. Ja! 6.5 hours later. Oké, je ziet me niet zo heel goed, maar Roosje is aan het slapen. Echt schattig. Dus ja, ik ga zo nog even feesten. En het is natuurlijk een geheime vlog. Dus ja, dus we moeten maar zachtjes doen. Nou, Roosje en ik zijn nu net wakker. Misschien kan je dat wel aan ons zien. We gaan nu alvast lekkere worstenbroodjes in de oven doen. Nou, zijn ontbijtje ligt hier. En zijn cadeautjes liggen hier. En Roosje zit hier. Die wordt zo opgehaald, want ze moet naar zwemles. Nou, hoe is het ontbijtje? Wij zijn al sinds gisteren aan het vloggen. Echt? Nee. Ja. Dat heb ik helemaal niet doorgehad, joh. Hier hebben we cadeautjes liggen. Die kunnen we nu eventjes openen. Nou, eerst die. Dat wil ik dan. Lekker broodje. Oh, kijk. Een akspakket met een shampootje, een deootje en een tasje. Wat leuk, dankjewel. Toch, we hebben een shampootje opgemaakt. Leuk, nog één. Kijk. Nog meer aksen en die doekjes voor de boot. Een kleintje voor vakantie. Oh, de doekjes voor de boot. Heel goed, ja. Die hadden we nog nodig op de boot, ja. En de allerlaatste. Deze ook wel leuk. Even kijken, wat hebben we hier? Wauw. Een soort champagne, shower bubbels. Gel. Oh, shower gel. Oh, die kan ik niet drinken. Nee. Maar goed, dat zegt, dat ziet het er wel uit. Ja. Hè? Grappig. Wat leuk dit. Ja. Shower gel in een champagneflesje. Ja. Leuk. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt. Alsjeblieft. Leuk. Ja, leuk vaderdag. Ja, ja, leuke cadeautjes. Nou, het is al ietsje later. En ik heb nog een sushi-kit. Dus wij gaan even sushi maken. Dus dan gaan we nu even kijken hoe we dat moeten maken. Oké, als eerste gaan we deze komkommer snijden. Zo. En dan nog een keer. Dus zo. Zo. Ook nog een keertje zo. En zo ga ik we even een paar stukjes komkommer snijden. Oké, de komkommer is in reepjes gesneden. Nu de tonijn maken. Oké, in de tussentijd is het water aan het koken. Even kijken. Dan doen we 2 zakjes sushi rijst erin. En een beetje zout. En dan de wekker zetten op 17 minuten. De rijst zit erin. En de wekker staat. Waar is de komkommer nou? Oh, daar. De komkommer is klaar. Nu gaan we de tonijn hierin doen. Oké, als eerste doen we de tonijn erin. Bleh. Een beetje prakken. Zo, kijk dan, het gaat helemaal schuimen. Ik weet niet of dat goed is, hoor. Dat echt goed. Dan pakken we nu de mayonaise. Dit is trouwens Oostenrijkse mayo. Er moet best veel in. Oostenrijkse mayo is echt zo lekker. Even roeren.
dit is niet genoeg. Dat zie ik nu al. Gadsidari. Schrik me dood. Kijk dan. En nu eventjes zo doorgaan. Nou, de tonijn is klaar. Nu de zalm. Nou, gaan we nu de zalm snijden. Papa, kan jij dit eraf halen? Oh, gewoon zo. Zo. Nou, en dat doen we nu ook bij die ander. Nou, we hebben nu de zalm in reepjes gesneden. Dus ja, dat is ook al klaar. De rijst moet nog 6 minuutjes. Dus ja. Nou, we hebben het rijst afgegoten. En nu moeten we hem even laten ademen zo. Oké, nu de krabsticks even snijden. In de tussentijd staat voetbal aan, als je dat hoort. Want het Nederlands elftal speelt vandaag. Zo. Dus ja, zo gewoon in reepjes snijden. Zo, dat is ook gesneden. We hebben hier een heel mooi reepje zo. En een heel mooi hondje. Oh, even wachten. Zit, poot. Zachtje. Oeh, lekker. Nou, het moet nog best lang. In de tussentijd kunnen we nog wel eens een vingertje erin doen, toch? Kan jij hem openknippen? Nee, nee. Oké. Alles? Ja. Oh, nu even goed doorroeren en dan weer laten luchten. Alles is klaar, dus nu gaan we van hier tot hier rijst doen. Zo gaan we nog wel eventjes door. Oké, de rijst is klaar. Nu gaan we in het midden iets neerleggen. Ik begin met de zalm. Gewoon strookjes. Ik denk zoiets. En dan gaan we nu oprollen. Nou, die ziet er wel mooi uit hoor. Oké, nu gaan we dat stukje afknippen. Nou, deze is toch mooi gelukt? Nu maar in stukjes snijden. Laten we dat nu gaan doen. Oké, we hebben hier een mes. Die gaan we even nat maken in water, zodat je de zeep weer makkelijker kan snijden. Oh, het ziet echt clean uit. Nou, deze is goed gelukt. Wow. En nu gaan we zo eventjes het reepje afmaken. Oké, we hebben ze nu allemaal gesneden en ze zijn echt mooi. Oké, we gaan nu nog een rolletje maken. Nog een beetje rijstbakken. Je moet eigenlijk best veel rijst hebben. Wupsakee, hele klodder. Beetje glad maken. Zo, dan gaan we nu de tonijn in het midden doen. Ik denk eigenlijk dat er toch nog wel wat meer moet. Ik denk dat ook nog dit hele lijntje dan doen. Dat we gewoon 2 gelijke lijntjes hebben. Nu weer een beetje glad maken. Nu kunnen we de tonijn doen in het midden. Hier nog een beetje. Hier nog een beetje, want het is natuurlijk best wel zeewier en rijst. Dus je moet het best wel dik doen, want anders proef je het niet. En dat moet natuurlijk wel. Oké, nu gaan we hem oprollen. Ik weet niet of ik dit kan. Ik kan het wel proberen. Helemaal door, helemaal, ja, door, door. Oh, ja, en dan terugvouwen. Ja. Ja, een beetje aanduwen. Ja, 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 perfect. Ja, oh, dat laatste stukje ga je afknippen. Zo. Dan hebben we dit stukje over. Deze ook zo. Ja, die een beetje water. Dat is een soort lijm. Ja, en dan rooi je hem dicht en trek je hem een beetje met je vingers. Trek je een beetje naar je toe. Nee, je doet je handen om het rolletje heen. Oh ja, ja, en dan nee. Ja, je handen daar. Nou, hou vast. En dan knijp je dit een beetje naar elkaar toe. Ja, dat hij wat strakker wordt. En dan rooi je hem voor dicht. En doe je nog met een beetje water het randje dicht lijmen. Okay. Ja, kijk, is perfect. Ja, toppie. En dan ga je de uiteindjes een beetje aanduwen dat het naar binnen gaat. Dat pers je gewoon een beetje naar binnen, dat hij mooi, wat mooier wordt. Ja. Gaan we weer snijden. Gewoon een beetje zagen en niet te hard duwen.
Prachtig. Ja. Wauw. Het is wel goed gelukt. Ja, ik kan mijn eigen sushi-restaurant bijna beginnen. Dank je wel. Deze zijn echt super mooi. Nou, nu nog even doorzagen. Zagen. Hier en hier lagen. Oké, ik ga proberen om deze te maken. Dus dan gaan we dat even proberen. Ik denk zoiets of zo. Een beetje kneden. Of we kunnen ook iets kleiner. Ja, ik denk eigenlijk zoiets. Dan doen we er lekker een zoompje overheen. Dan pakken we hier een stukje van. Een beetje nat maken, zodat hij blijft plakken. Oh, dat is een beetje te groot, denk ik. Echt zo'n reepje. Zo. Zo. Die er omheen doen. Wauw! Dit werkt echt goed. Daar ga ik er even nog eentje van maken met dit bolletje. Oké, deze is ook gelukt. Nu gaan we er eentje maken met surimi stick. Met krab. Zo. Maken we deze een beetje nat, zodat hij blijft plakken. Dan doen we hem er omheen. En dan hebben we er weer eentje. Prachtig. Oké, ik heb het bedje wat groter gemaakt. Nu gaan we hem met komkommer maken. Zo. Dan rollen we hem door. Pakken we hem. Een beetje water om hem vast te lijmen. Zo. Dan rollen we hem nog. En dan lijmen we hem hier weer vast. En dan gaan we weer stukjes snijden. Oh nee, eerst de binnenkantjes nog aanduwen. Zo, en nu kunnen we hem gaan snijden. Nou, deze zijn ook echt super mooi geworden. Bella zit even op de uitkijk. Oh, haar oogjes zijn echt erg. Haar ogen zijn ontstoken. Gaat ze daar jeuken, dan krijgt ze bloed. Echt zielig. Oh, Bellaatje toch. Nou, het eerste bordje is klaar. Nou, het is inmiddels al een tijdje verder. Het rijst was ook op, dus we hebben nieuwe rijst gemaakt. Hier hebben we nog een paar dingetjes. Dit is wat we tot nu toe hebben. En Nederland heeft gewonnen van Polen 2-1. Dus dat is ook top. Dus ja, we gaan nu nog even een paar maken. Nou, ik heb nu hele speciaal gemaakt. En ik heb er eentje aan hem laten proeven. Papa, wat voel je ervan? Die was echt top. Die was echt verrukkelijk. Meen ik echt. Oké, ga ik even laten zien wat toe. Je hebt gewoon dit. Dan doe je tonijn pakken. Dan doe je hem op een strootje. Zo. Dan rol je hem zo erin. Zo. Zoep, zoep. Even vastlijmen. In het water. En dan snijden. De hele reep lekker snijden. Nou, ze zijn alleen heel lelijk gelukt. Maar ja, boeien. Uiteindelijk komt er toch in je maag. Er is een stipje Oostenrijkse mayo op. Normale mayo is denk ik echt niet lekker. Maar Oostenrijkse mayo, oh. Loop allemaal een stipje. Dan pak je een beetje gebakken uitjes. Strooi je het er zo op. Eigenlijk heel simpel gewoon. Zo. En de laatste. Zo, dit is het dus. Oké, het tweede bordje is ook lekker klaar. Oké, en het laatste bordje is klaar. Nou, alles is klaar en we gaan het nu allemaal lekker opeten. Nou, alles ligt klaar. Wauw! Hier heb ik een hele dag aan gewerkt. Nu gaan we lekker smitten. Nou, dit was het einde van deze video. Ik vond het super leuk en lekker. Maar ik ben wel heel erg moe, want gisteravond ben ik heel laat naar bed gegaan. En wat vond jij ervan, papa? Sushi was helemaal fantastisch. Echt waar. Lekker. Is het een geslaagde vaderdag? Ja, ik vond het een geslaagde dag. Geslaagde vaderdag. Ja. Nou ja, het is eigenlijk elke dag vaderdag voor mij. Hè? Nou. Niet. Nou, ze vond het wel. Nou, dat was het einde van deze video. Geef een duim omhoog. Abonneer mijn kanaal. Als je abonneer moet, beide klikken. Als beide klikken moet je wel. Alles klikken. Ja. Later. Later.